dames en heren, welkom bij No Limit. We gaan nu het theater spelen, of voorstelling. Vandaag gebeurt het. Mariska, ben je zenuwachtig, Mariska? Een beetje. Komt wel goed, denk ik. Ja? Mijn zus wordt make-up opgedaan. We doen nooit make-up op, maar ja. Hoe trots bent u van Omaira? Heel trots. Ik vind het heel goed dat ze het heeft gedaan. Ze is zenuwachtig, dat weet ik. Maar ze zullen het goed doen. Ben je zenuwachtig? Nee, ik val wel mee. Weet je zeker? Ja. Oké, dan. Ik heb er zin in, absoluut. Ja, bent u ook zenuwachtig? Ik ben zelf niet zenuwachtig, want ik moet alleen maar kijken. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Ik heb wel gehoord dat de toneelspelers het heel goed en echt spelen. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het gaat. En u? Ik ben hartstikke trots op jullie, echt. Jullie zijn zo goed bezig. En gewoon die combinatie. Jullie met je beperking en de andere deel zonder beperking en die samenwerking. Dat zie je niet vaak. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke mooi en hartstikke prachtig. De zaal gaat echt bijna open. Als ik nu definitief ja zeg tegen Tamara, dan gooit ze die zaal open. En dan komen 100 mensen binnen en dan stroomt het vol. Hebben jullie gehoord? Zijn jullie klaar voor? Hoe vinden jullie om hier naartoe te komen? Ik vind het heel leuk om hier naartoe te komen, want ik heb een decor gemaakt. En ik ben heel benieuwd hoe het gebruikt gaat worden en hoe het eindresultaat eruit ziet. Dus ik heb de hele tijd steeds maar stukjes gezien. En nu ben ik heel benieuwd hoe alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Right direction. Ding dong. En we gaan weer weg. Back into the world, into unreality, fantasy. Ik zit in een wagon. Helemaal alleen, niemand om me heen. Ik kijk uit het raam, het uitzicht. De gebouwen, de wegen, al dat groen. Een wagon vol leven en niemand uitzicht. Elke keer weer een nieuwe persoon in zicht. Back to reality. Back to life. Back to reality. Back to life. Back to reality. Come on, back to life. Back to reality. Max, hoe vind jij om achter de schermen staan van om te filmen en muziek, de muziek achtergrond van de muziek te zetten? Wat ik vind om er op de achtergrond te zijn is natuurlijk hartstikke leuk. Ik ben ook wel een achtergrondtypetje. De voorstelling is zelf ook gewoon hartstikke leuk. En er wordt heel leuk gespeeld met beeldmateriaal en met silhouetten. Dus het is gewoon een hele leuke en interessante voorstelling. Als ik van de meter neem, denk ik aan... Als ik aan een metro denk, dan denk ik aan 54, 50 gaan lachen. Als ik aan een metro denk, dan denk ik aan Glaasbras, daar kan je lekker zwemmen. Als ik aan een metro denk, dan denk ik aan Zo'n heel veel mensen. Als ik aan een metro denk, als ik aan een metro denk, als ik aan een metro denk. Ik ben Thijs, begeleider. Hier bij Bijlmer Buurtberichten en bij dit stuk. Dat ben ik. Ik was thuis aan het filmen. Ik was een regisseur. Een hele goede regisseur. Over bussen en andere dingen. Thijs, hoe lang hebben we dit geoefend? Vanaf januari. Dus een maandje of 4. Heb je gewoon een maandje of 4? Hij wil goed zijn wapen kunnen gebruiken. Hij wil vlug kunnen handelen. Hij wil
dat ze snel kunnen schakelen. Hij wil goed kunnen spioneren. Ja, we zijn eigenlijk zover. Het team heeft zo heel veel zin erin en we gaan er gewoon wat moois neerzetten. Super trots op mijn broer, ja. Ik ben echt heel blij dat je dit doet. En ook dat je hier voor de camera staat, met je microfoon. En gewoon doet wat je moet doen. Ik ben echt heel trots op jou.